Een mooi breed bos staat aan de horizon op een heuvel omringd door omgeploegde akkers. We zijn in de buurt van Oosterhout in westelijk Noord-Brabant, waar grote bossen brem te vinden zijn tegen een hoge wegrand. Zulke weggetjes vind je daar op de Vrachelse Heide, die de Pannenhuisstraat heet. Zo'n weggetje heet hier een straat. Maar nu gaan we dan toch naar het dorp waar we voor kwamen. Oosterhout, een schatje van een stadje. Dit is de ronde top van het vieringtorentje van de grote Sint-Janskerk, die gebouwd werd tussen 1375 en ongeveer 1560, toen de toren klaar was. Er heeft een eerdere kerk gestaan, zo tussen het jaar 1000 en 1200. In 1625 is de hele kerk uitgebrand en de top van de toren. Er is bij de bouw gebruik gemaakt van natuursteen afgewisseld met baksteen. De toren heeft leuke details en je vraagt je af hoe ze het voor elkaar hebben gekregen in die tijd. In de 14e eeuw begonnen ze aan het kolossale werk. Heel Oosterhout werd voor het eerst in 1213 genoemd, maar de nederzetting is na recente vondsten veel ouder. Onder koning Lodewijk Napoleon werd het dorp verheven tot de rang van stad. Op het hek van de hervormde kerk staan lelies en ze staan er met recht, want het kerkje heeft iets. Het is toch een eenvoudig gebouw uit 1810 en heeft de vorm van een Grieks kruis. Er staat een torentje midden op het dak, maar de grootste indruk maakt toch wel die reusachtige beuk waaronder de kerk nog kleiner lijkt dan hij al is. En dit uitstekende ding is een paddenstoel of elfenbankje. Deze bloemetjes horen bij een aardig huis in leuke namaakstijl. Het heeft alles wat een oud huisje moet hebben, al is het dan niet oud. Maar wat geeft dat? U ziet het wel staan als u naar het speelgoedmuseum gaat. Dat is de moeite waard. We kunnen u maar een paar dingen laten zien, want het hele huis staat vol met speelgoed. Het is niet te geloven. Het huis was vroeger een nonnenklooster en de kleine nonnenkamertjes doen dienst als uitstalkast. Deze bijvoorbeeld is een station met alles wat er aan speelgoed maar bij te denken valt. Een stationschef die een trein laat vertrekken evenmin. Tussen de kamertjes staan lange tafels en hoogkasten die weer vol staan of vol liggen met bijvoorbeeld dit ganzenbord, met gansjes die enthousiast staan te knikken. Van al die spellen waarmee kinderen vroeger konden spelen, worden alleen maar oudere mensen nog warm van binnen, want zij hebben er vroeger mee gespeeld. Hedendaagse kinderen spelen anders en met heel andere dingen. Hier is vroeger nog helemaal vroeger, al zit het weggestopt in een fles in het speelgoedmuseum. Een van de mooiste pleinen van de wereld is de Heuvel. Een gaaf gebleven plein dat vol staat met linden. Er worden geen winkels meer toegestaan op het plein, waardoor de heuvel wordt beschermd. Het pand Heuvel 13 was vroeger het raadhuis en kreeg in 1840 zijn huidige vorm. Al dateert het huis al van omstreeks 1620. Dit huis in de hoek van de heuvel heeft een poortje dat daar is aangebracht door de toenmalige bewoner rond de eeuwwisseling. Het is afkomstig uit Breda en zit hier prachtig. Het is Antwerpse barok, terwijl de achterkant van hetzelfde huis
ook iets heeft. En als je zo kijkt, zie je weer hoe het allemaal in elkaar zit. Dit is de Sint-Janstoren weer. Het huis grenst aan een reusachtig park dat doorsneden wordt door de Slotlaan, waar u dit leuke huisje kunt vinden, staande onder een grote bloeiende kastanje. Dit is een van de slotjes van Oosterhout en heet Huize Limburg. Het kasteel heeft stijl en staat in een gracht. Er staan grimmige leeuwen naast de deur, één met het wapen van de stad. En dan nu iets heel speciaals. We gaan op bezoek bij de monniken die met z'n drieën een pottenbakkerscollectief hebben gevormd. Dit is de Stichting Steen met het stichtingsjaar 1971. En dit is de ingang naar de pottenbakkerij, die is ondergebracht in leegstaande kippenhokken. Als eerste is dit broeder Matthäus Notenboom, die het vak aldoende leerde. Zittend achter zijn draaitafel doet hij het werk met gemak en zekerheid. De ervaring die broeder Matthäus heeft opgedaan is in de loop der jaren steeds verfijnder geworden. Dit is de oudste, broeder Jan Rader, die het vak leerde in een Franse abdij. De laatste broeder is Michael Ruigrok, die de laatste hand legt aan een nieuwe serie. Zo werden kippenhokken de ateliers voor drie broeders pottenbakkers. Aan de Kloosterdreef ligt een van de mooiste en oudste huizen van Oosterhout. Het uit 1400 stammende kasteel, de Blauwe Kamer, die u onder de ingangspoor door prachtig kunt zien liggen. In dit slot zijn al in de 17e eeuw de zusters Norbertinessen een kloostergemeenschap begonnen. Zij zijn de bekende restauratrices van antieke boeken die ze weer helemaal terugbrengen naar de oude staat. Zij hebben daarmee een wereldnaam gekregen. Ze restaureren niet alleen, ze kalligraferen en doen aan moderne leerbewerking. De toren van het kasteel steekt boven de bomen uit. Een kasteel met een bijnaam. Vanwege de goede relatie met de koninklijke familie wordt het ook wel het Oranje Klooster genoemd.